Dit is over van de politiebus die gisteren naar de Seringenhof in Tilburg werd gestuurd, omdat voorbijgangers met stenen werden bekogeld. Maar na de komst van de politie werden zij zelf het doelwit van de meisjes. Een van de buurtbewoners filmde minutenlang het spervuur van stenen. Ik en mijn broer zaten gewoon rustig als te filmen. En die meisjes zijn van 20 minuten zo bezig geweest op die auto gooien. En uiteindelijk heeft de politie ze er wel afgehaald. Ben je ervan geschrokken? Nee, het was meer entertainment voor heel de buurt, denk ik. Want de politiewagen die kapot wordt gemaakt. Ik denk dat veel mensen dat super erg vinden of zo. Maar entertainment vond lang niet iedereen het in de buurt. De meisjes gooiden naar voorbijgangers. Een van de buurtbewoners werd zelfs getroffen. Zij heeft de steen op haar hoofd gekregen. Daar was ik ook nog heel bezorgd over. Want ze liep eigenlijk zo'n beetje wankelend weg. Maar toen zat ik daar binnen. En toen ben ik op een gegeven moment met een kussen boven mijn hoofd. Ja, een kussen zal ook niet veel helpen. Maar ben ik met een kussen boven mijn hoofd achter snel terug naar huis gelopen. De meisjes woonden in dit rijtje waar twee opvanghuizen van Amarant zijn voor kinderen met een verstandelijke beperking. En toen dacht ik ook nog van, ik zal eens gaan kijken of er wel begeleiding is. Maar die waren er genoeg en die waren er ook genoeg mee bezig. Maar het was een supergevaarlijke situatie eigenlijk. Een conflict in huis leek eerst gesust, maar escaleerde toen de meisjes op het dak klommen. Daarom werd de politie ingeschakeld. Die kon ook niet meteen ingrijpen. Hij was even wachten op een hondengeleider met een schild. Zodat de collega's achter hem toch veilig de woning in konden gaan. De veiligheid van onze mensen en ook van de meisjes in kwestie gaat boven alles. De kinderen konden uiteindelijk op het dak worden aangehouden. Voor veel buurtbewoners is dit de druppel die de emmer doet overlopen. Er zou al vaker overlast zijn geweest van de kinderen van Amarant. Je zit altijd te schreeuwen en zo, maken mensen 's morgens wakker. Het is al een keer met een jongen heel moeilijk geweest, die werd nogal agressief. En het is al een keer met een meisje, die was ook nogal geluidruchtig. Ik vind eigenlijk wel dat zulke kinderen wel een kans moeten krijgen. Toch overweegt Amarant te verhuizen. Je zult toch een plek moeten zien te zoeken waarbij het verantwoord is om deze kinderen te huisvesten. En in de Seringenhof stellen wij ons de vraag, gezien de toekomst en ontwikkeling, of dat nog verantwoord blijft. De meisjes werden met veel kabaal aangehouden. De jongste is weer vrijgelaten, de oudste zit nog vast. Maar het zal iedereen duidelijk zijn dat deze meisjes, dat hulpverleners daarmee aan de slag moeten en mee verder moeten. Want dit kan natuurlijk niet. We gaan met de vertegenwoordigers van de meisjes en de meisjes zelf in gesprek om voor hen betere huisvesting te zoeken op een plek die voor hun en omgeving ook veiliger is. Vanwege de overlast hebben de buurtbewoners vandaag een bloemetje gekregen van Amarant.